Nou ja, kijk, het verhaal in het kort is dus... het gaat over de liefdesgeschiedenis tussen Johanna de Waanzinnige en Philips de Schone. Ja. En die trouwden met elkaar in 1496 in Antwerpen. Johanna die kwam dus uit Spanje. Haar vader en moeder die waren eigenlijk zo'n beetje de vormgevers van het moderne Spanje, zeg maar. Philips de Schone was meer van het Habsburgs-Bourgondische Rijk. Dus daar resorteerde in die tijd de Lage Landen ook allemaal onder. Ja. Waar het werkelijk om gaat is dat Philips de Schone een tiental jaar later kwam te overlijden. En onder enigszins verdachte omstandigheden, in de zin van dat het niet ondenkbaar is dat hij door zijn schoonvader is vergiftigd. Ja. Dus het begint eigenlijk met een scène met die drie Johanna's. Eigenlijk om die treurnis en toch ook wel de staat van waanzin en liefdesverdriet. Die zo ver gaat dat het alle grenzen te buiten gaat. Dat vond ik gewoon dat het beste tot zijn recht kwam als je dat door drie zangeressen zou laten doen in plaats van één. Daarvoor zit er nog een korte proloog van een oude Galicische vrouw. Die dus de eerste keer dat Philips de Schone in Spanje voet aan land zette, op hem afstapte en zei van: je ziet er nou wel heel erg mooi uit, maar jij zal langere tochten door Spanje maken terwijl je dood bent dan terwijl je leeft. Kijk eens. En dat was natuurlijk als een hele raadselachtige voorspelling. Ja, als je dat zo hoort, dat je net de boot afkomt. Maar dat is dus ook allemaal in die kronieken wel beschreven. Mooi, ja. Na die scène, dat rouwen om die kist en de proloog, als dat is geweest, daar komt er dus een storm op zee. Dat is dus eigenlijk een van de weinige plekken waar Philips in leven is. Ja. Een soort flashback. Een beetje een soort van flashback eigenlijk. Omdat dat het zo... ze gingen dus van Arnhemuiden in Zeeland naar La Coruña in Noord-Spanje. Mm-hmm. En dat huwelijk was dus voltrokken in Antwerpen. Mm-hmm. En ze gingen dus huiswaarts, gewoon naar de ouders van Johanna. En ze kwamen dus in de golf van Biscayen ergens, kwamen ze dus in een ongelooflijke storm terecht. Waarbij dus iedereen dacht dat ze met man en muis zouden vergaan. En wat daar zo frappant aan was dat Johanna, die zat gewoon volkomen onaangedaan, zat die gewoon op een houten kist op het dek. En, want het kon er helemaal niet schelen, want in de eerste plaats was er nog nooit een koning gestorven door verdrinking. En in de tweede plaats, als het wel zou gebeuren, was ze ook volledig content. Ze was in het bijzijn van haar man. Ja, ja. En dus ze zouden samen verdrinken. Ja. En dat was eigenlijk al een soort voorproefje van de onverschrokkenheid die ze had ook toen hij dus eenmaal dood was. Ja. En dat wordt gevolgd door dus die brief van Philibert Naturel. Die wordt gezongen door die countertenor die hem waarschuwt voor zijn schoonvader. Ja.
Die schrijft hij aan Philippe van je moet uitkijken wat je doet. Er mag maar één persoon, je moet één en dezelfde kok houden. Nooit iemand anders je keuken binnenlaten. Ja, ja. Dat er daar in Rome, dat er allerlei dingen geroddeld worden tussen de monniken. Dat er iets op handen is. Tijdens het lezen van het schrijven van die brief, daar is Philips, die wordt eigenlijk langzaam door een soort. Die wordt langzaam onwel, om het maar even op zijn chef van Oekel te zeggen. Die wordt niet goed. en die is aan het eind van die brief, is die ook dood. Ja, dat loopt min of meer simultaan. Dat kan soms snel gaan in het leven. En waar dus het stuk werkelijk over gaat, is eigenlijk alles wat daarna gebeurt. Ja. Johanna die kon dus geen afstand doen van het lichaam van haar overleden echtgenoot. En daarbij was het natuurlijk, hij was de koning, zij was de koningin. En zo gaan die dingen. En zeker in die dagen, wat de koningin wil. Dat gebeurt gewoon. Ja. Ja. En dus zij liet hem meenemen naar hun privé vertrekken en daar liet ze de hofkapel komen en mooie motetten zingen en missen opdragen. En daar waren dan hele procedees voor als er een koning stierf in die tijd. Van zijn hart werd eruit gehaald en dat werd in een verguld boksje, kistje, werd dat naar richting Brussel gestuurd. Om daar dus bij de overblijfselen van zijn voorvader te worden gevoegd. En verder werden dan ook nog zijn hersenen en zijn ingewanden er helemaal uitgehaald. En werd die gebalsemd en weer dichtgenaaid. En vervolgens was het dus gebruikelijk om hem dan in zijn mooiste kleren weer te kleden. Mm. En hem dan op zijn troon te zetten. Nou ja. En dat moet natuurlijk voor iemand die toch al enigszins gevoelig was voor het hele op gang komen van het rouwproces. Dat dus niet bepaald gestimuleerd hebben om eens over een eventuele begrafenis te gaan nadenken en zo. Wat een beetje het probleem is met Johanna de Waanzinnige is eigenlijk, zij voert door tot in het absurde of gewoon tot aan haar eigen dood 50 jaar later. Van wat er gebeurt als je daar dus geen afscheid van neemt. Ja. En eigenlijk kun je dus ook die kras op je ziel, kan je eigenlijk ook wel zien dat is een noodzakelijke stap op weg naar volwassen worden in zekere zin. Terwijl, bij iedereen blijft er altijd in enige zin blijft daar toch iets van hangen. Daar hoef je nooit echt heel te ver diep te gaan spitten bij mensen om daar achter te komen. Ja. En bovendien was ook als de dood voor vrouwen, ze was ziekelijk jaloers. Mm. En dat geeft natuurlijk dan weer een eigenaardige draai aan het verhaal. Van, dat moet ik er nog wel even bij vertellen, dat Philips de Schone bij leven
nogal overspelig was. Er zijn dus berichten van dat er dus de bisschop van Besançon met diverse jonge maagden op een dag daarvan voorzag. En dat leverde destijds, wij leverden dus enorme toestanden op. Ja. Toen hij dus eenmaal dood was, wou ze hem niet meer laten gaan. Nee. En dus en uiteindelijk is het dus ook dat ze die aan die tochten is begonnen. Is dat ze op weg waren van Tordesillas, een beetje zo centrum Noord-Spanje. Mm. Een monnik had haar voorspeld dat ze dat graf, de kist, moest meenemen naar Granada, waar haar moeder begraven lag. Mm-hmm. En dat hij daar zou wederop staan. Ja, ja. Zwoord het, originaat het, zwoord het, quem siat sepulcrum adis tue, apud cranatum tuis, eus fies sponsa sepiterna. En uiteindelijk is ze daar dus ook mee s'nachts is ze daarmee door Spanje gaan toeren. Overdag was het te heet. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk is het ook die onverschrokkenheid waar ik het over had, bij die zeestorm, ja. Dat daar in dat opzicht gaat ze daar ook wel die liefde en dus dat die gaat ze daar ook wel mee te lijf. Want ja. ze is daar niet bang voor. En ja, daar gebeuren toch ook wel hele moedige dingen in de zin van, nou ja, als je daar toch met je allergrootste liefde in een kist zo nachtenlang loopt, ja, te zeulen, om die dan op een gegeven moment nog eruit te halen en hem te omhelzen. Ja, ja. En om te kijken of er alweer enig teken van leven zichtbaar is. Ik bedoel, dat is... Oké, daar hoef je geen afgestudeerd psychiater voor te zijn. Nee. Van, nou, dat is niet helemaal in orde, dit. Maar tegelijkertijd is daar ook, ja, er is moed en onverschrokkenheid voor nodig. Dat kan je gewoon niet ja. ontkennen. Ja. En dat vind ik toch wel heel, dat vind ik toch wel heel mooi en bewonderenswaardig ook alweer. Het is een intrigerende persoon. Ja, ja, absoluut, zeker, absoluut. Ja. Ja. En uiteindelijk, aan het slot van het stuk, ik heb daar lang over gedacht ook, dat klopt allemaal wel en dat levert een mooi verhaal op, maar het moet ook nog ergens naar het moet ergens in culmineren. Het moet gewoon echt een dramatisch hoogtepunt hebben. Ja. En daar ben ik dus een lange tijd ook wel mee, bij het maken van het verhaal ook wel mee bezig geweest om dat te vinden. De uiteindelijke... Clue was eigenlijk wel, of de suggestie die kwam eigenlijk wel van Hans Werner Henze. Die een beetje zo op het vlak van de opera toch wel een beetje zo mijn mentor is en zo. Ja, okay. Waar ik zo, ik ga zo af en toe bij hem langs en daar liepen we zo langs een vulkanisch meer in de buurt van, hij woont buiten Rome. Mm-hmm.
En daar had hij, een beetje zo mijn problemen uiteengezet. En hij heeft een fenomenale theatrale intuïtie. Mm-hmm. En hij zei eigenlijk gewoon van, nou ja, laat je hem toch terugkomen. Toen was eigenlijk meteen ook hoe dat viel meteen op zijn plek ook, omdat ik toen ook zag van hoe ver hoe je tegelijkertijd daarmee kon laten zien hoe ver die verbeelding van Johanna ging. Van, ja. Dat ze hem ook echt. Ik bedoel, het is natuurlijk een theatrale wederopstanding. Ja. Er gebeuren geen voodoo-achtige taferelen. Maar ik bedoel dat het wel dus ja ook gewoon een tastbaar iets is. En dat ze daar dus. Dat je daardoor ook een heel mooi duet krijgt tussen een geestverschijning en een iets wat waanzinnige vrouw. Ja. Dat vond ik dus ook wel heel erg mooi. Ja. Om dat verhaal daar naartoe te laten gaan. Ja. Die geschiedenissen die ik dus zojuist een beetje zo heb verteld, plus die hele nachtelijke tochten, die zijn allemaal vrij uitvoerig beschreven. Mm-hmm. En daarbij zijn er nog officiële kronieken van onder andere van haar leermeester Petrus Martier. Die was dus ook een belangrijk humanist, was dat ook in zijn tijd. Die was ook aanwezig op die nachtelijke zwerftochten. Mm-hmm. En die heeft dat dus allemaal in zijn Opus Epistolarum heeft hij dat allemaal uitgebreid beschreven. En dus maar de allerleukste was juist wel een anonieme kroniek. Mm-hmm. Die gewoon geschreven is door iemand in het hof in het Oud-Frans. En juist doordat het anoniem is, is die ook veel specifieker over wat er allemaal plaatsvond. Die is gewoon veel. Dat gaat gewoon richting roddelrubriek. Ja, sappiger. Het zijn gewoon de sappige verhalen. Ja, ja. Over wat ik zei, over wat de toestanden die er allemaal op vlak van de jaloezie plaatsvonden. Ja, ja. En hoe ze met hem liep te zeulen door dat kasteel heen. En dat iedereen een beetje was van, ja, wat moeten we? En het begint hier ook langzaamaan iets wat onfris te ruiken. Ja, precies. En die persoon was ook bij die tochten aanwezig. Ja. En dus dat heb ik dus allemaal mooi in het libretto allemaal mooi door elkaar kunnen verweven.
En nou ja, chronieken zijn natuurlijk altijd in de verleden tijd geschreven. Ja. Want ze vertellen wat er gisteren en ja, verder ja, gebeurd is. En daar heb ik dus een goede vriend van mij, Daniel Loïsa, die doet in Parijs bij het Théâtre L'Odéon, doet hij vertalingen ook. Oude stukken uit het Grieks en Latijn, die vertaalt hij. En hij doet het ook de andere kant om. Dus ik heb aan hem gevraagd van, kun jij mij dit... kun je die teksten actief maken? Ja. Een passieve verleden tijd, gewoon van dingen die er nu gebeuren. Ja. Ja. En dus daar heeft hij dingen van... In feite komt het gewoon neer op grammaticale veranderingen. Ja, ja, ja. En op die manier is eigenlijk gewoon het hele libretto ontstaan. Ja.